Het is ongewoon druk op een regenachtige zaterdagochtend bij het Oostvaardersveld. Maar we moeten proberen een beetje in lijn te blijven lopen, dat we het voor de voet wegknippen. Tientallen actievoerders hebben zich verzameld om distels te verwijderen. En daar komt toch heel wat bij kijken. Het is nog best een hele militaire operatie. Ja, het is een helse klus, zo niet klis. Want daar draait het deze zaterdag allemaal om, de klissen. Deze distels komen in de manen en in de staarten van paarden terecht. En dat werkt volgens de actievoerders ziektes in de hand. Omdat ze zo niet vliegen en insecten van zich af kunnen slaan. Alle klissenbollen, daar gaat het om, want daar hebben die paarden ook de last van. Die moeten van het veld af. En dan zegt Staatsbosbeheer, ja, we zijn daar onderzoek nog aan het doen. Het is nog onzeker of dat inderdaad het geval is dat het schade oplevert voor de paarden. Er lopen ook procedures nog. Ja, er lopen procedures. Wij hebben de NVWA een paar keer een handhavingsverzoek gedaan. Die zeggen dat dit geen probleem is. Maar ieder weldenkend mens en ieder mens die een klein beetje verstand van dieren heeft, die kan hier zelf komen kijken hoe hier onnodig lijden wordt gebagitaliseerd. Dus hebben de actievoerders het heft in eigen handen genomen en zijn ze zonder toestemming van Staatsbosbeheer aan het snoeien geslagen. Metsenmakers hoopt met de actie een signaal af te geven. Kijk, niks doen, dat veroorzaakt nog meer lijden. Ik denk als we een stap in de goede richting maken, dan zijn we toch weer een stapje dichterbij om het welzijn van deze gehouden paarden te bevorderen.